Hebben mensen nou ook al aanmerkingen over je kleding? Je weet, Erwin, op televisie gaat het nooit over de inhoud. Het gaat alleen maar over wat je aan hebt. Ja. Nee, ik twitterde over, maar iemand begon alweer over mijn zwarte trui. Wat is er mis mee? Nou ja, dan zie je alleen zijn hoofd. Nou, waarschijnlijk bedoelt hij dat als je, op zwart, oh. als je zwart op zwart doet, dat je alleen nog een hoofd ziet. Schat ik zo in. Maar... Ja, mooi. Deze is zo. Ja, toch een achterlichtje. Dan licht je toch op. Oh ja, nou vraag maar even aan. Ik weet het ook niet. Jij hebt meer ervaring met televisie dan ik. Ik zie je wel, hoor. Ja, is goed te zien zo, joh. Martin Blankenstein, welkom. Een klein jaar geleden was je hier ook. Het was volgens mij begin april, denk ik, dat je hier was. Zou zomaar kunnen. Ja, toen vertelde je dat Blendl de eerste test aan het doen was. Want je bent van Blendl. Hè? Blendl, het platform waarin we per artikel kunnen betalen voor tot nu toe zeg maar, ongeveer alle grote kranten. En er komen ook steeds meer tijdschriften bij. Ja. Toen zei je, we zijn al aan beta testen. Ja, we zijn een jaar verder. Nog steeds aan beta testen. Hey, wat is er meegevallen in het afgelopen jaar? Nou, wat heel erg is meegevallen is dat een jaar geleden nog geen één uitgever getekend had. Dus toen waren we aan het testen. We hebben bijvoorbeeld van de Telegraaf en NRC toestemming gekregen om te testen met hun materiaal. Want het is wel leuk als je kranten ook echt hebt om mee te kunnen testen. Ja. Maar niemand had toen nog getekend. En wat heel erg is meegevallen is dat alle grote uitgevers in Nederland het afgelopen jaar getekend hebben. Allemaal. Wat wel een aardig meevallen is. Zonder uitzondering. Alleen Financieel Dagblad heb je geloof ik niet, denk ik, of zo. Nee, maar dat zou ook nog wel eens goed kunnen komen. Ja, oké. Jammer, want ik heb het nu stuk gemist. Hoe is dat uiteindelijk gekomen? Want ik weet nog dat we die discussie hier hadden. We hadden toen een aantal initiatieven aan tafel die bezig waren met vergelijkbare dingen. En voor iedereen was het heel lastig om die uitgevers over de streep te krijgen. Wat heeft bij jullie de doorslag gegeven dat ze allemaal mee zijn gaan doen? Wat ik denk... is dat ze gewoon zien hoe het werkt. En eigenlijk het moment dat we dus een jaar geleden een eerste versie hadden... die nog lang niet zo goed is als het nu is... maar die al wel liet zien wat het idee was... was ook het moment waarop uitgevers bij ze dachten van... hé, maar nu snappen we wat het is, want het idee zelf vinden ze eng, hè? Ze verkopen al 100 jaar verkopen ze pakketjes, of honderden jaren zelfs. En dan komt er iemand langs die zegt van... zullen we dat pakketjes in stukjes hakken en dat gaan verkopen? Dat vinden ze doodeng in het begin. Vooral omdat ze zich er geen enkel beeld bij kunnen vormen van hoe dat er dan uitziet. En toen we opeens konden laten zien van... nee, maar kijk, dit is hoe het werkt. We hebben nog heel veel liefde voor jullie kranten overgehouden. De identiteit van jullie merk blijft hetzelfde. Voor jullie abonnees wordt het fantastisch. En er komen misschien zelfs nieuwe abonnees bij. En zo nog een hele rit van argumenten. Toen gingen langzamerhand de eerste kwamen aan boord. En toen de eerste aan boord kwamen, toen werd het alweer aantrekkelijker voor de tweede lichting. En toen de tweede lichting aan boord was, dacht de derde lichting van ja, nu kunnen wij niet achterblijven. En dan krijg je dat... verhaal met die schapen over de dam. Ja, hey, en je zei van in eerste instantie vond dat maar eng, want het unbundling noemen ze dat, geloof ik, in het, op zijn Engels. Maar dat argument staat in die zin op een bepaalde manier natuurlijk nog steeds, want ik betaal niet voor een hele krant, maar ik betaal voor een artikel, vaak een dubbeltje, soms meer, wat de kranten zelf willen. Kun je daar iets over zeggen? Wat zijn de eerste ervaringen van de betalende kranten? Hoe gebruiken ze die kranten? Of jullie site eigenlijk, want dat is beter. Ja, nou kijk, wat die krant dus... Als je dat is het idee in eerste instantie vertelt... dan denken ze van, ja, wordt het niet leuker dan onze eigen krant? En ons verhaal daarbij is altijd dat er volgens ons... heel veel verschillende groepen krantenlezers zijn. Dus je hebt de groep die echt elke dag... die ontzettend fan is van de Volkskrant. Die wil het liefst elke dag de Volkskrant krijgen. En die zijn dolgelukkig, want die krijgen elke dag de Volkskrant. Nou, uitgevers weten ook al heel lang dat er een groep is... die niet elke dag dezelfde krant in de bus hoeft... maar gewoon af en toe een krantje wil... Daarvoor is de kiosk uitgevonden. Weet je, dat is gewoon een extra doelgroep van je weet, die worden geen abonnee, maar laten we iets anders voor ze verzinnen. En onze stelling is dat er een derde groep is, namelijk mensen die hem geen abonnee willen, geen abonnement willen, die hem niet af en toe los willen kopen, maar die gewoon elke dag het beste artikel willen lezen, ongeacht in welke krant of in welk tijdschrift het staat. En dat gewoon een hele nieuwe doelgroep is. En dat is wat we nu heel erg merken. Ten eerste dat krantenabonnees het heel erg leuk vinden om bij andere kranten te shoppen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Als je nu met de prijzen van een abonnement kiezen de meeste mensen voor één krant. Dus je kiest of de Volkskrant of NRC, of je kiest of Telegraaf of AD, of Groen Amsterdam of Vrij Nederland. Maar bijvoorbeeld mijn schoonvader, die is echt nou, redelijke digibeet. En die heeft al jaren een Volkskrant-abonnement en die leest nu elke dag in Blendl, NRC Next en NRC. En die geniet daar ontzettend van. Dat vind ik heel erg leuk om te merken. Maar tegelijkertijd, we hadden laatst een invitecode op Marktplaats gezet. En die is toen gekocht door een 19-jarige jongen voor €95. En dat is ook opeens een groep die opduikt. Een Amerikaanse journalist heeft hem geïnterviewd. En toen zei hij van ja, ik lees normaal gesproken alleen maar gratis kranten en gratis websites. En nu opeens zie ik ook wat ik eigenlijk al die jaren gemist heb. Ik wist niet eens meer dat er dingen waren die ik niet kon zien op internet.
En die betaalt daar nu gewoon voor. Dus hij heeft om te beginnen al betaald om te mogen betalen voor journalistiek. En betaalt nu ook echt voor die mooie artikelen. Ja, nou zijn de NS1 voorbeelden natuurlijk altijd vrij makkelijk te vinden. Ja, daar ben ik goed in. Dat merk ik. Jullie hebben al best een tijd een behoorlijk aantal beta-gebruikers. Ja. Want je bent 2 maanden geleden denk ik in beta gegaan. Ja. Langzaam opgebouwd. Volgens mij heb je nu een paar duizend gebruikers inmiddels op de site. Wat zijn de eerste cijfers en ervaringen over of mensen ook daadwerkelijk gaan doen wat je denkt dat ze doen? En of ze terugkomen en of ze elke dag terugkomen? Kun je daar iets over delen? Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar een heel groot deel van de mensen komt inderdaad elke dag terug. Dat is gewoon tientallen procent, ik weet het niet uit mijn hoofd. Ongeveer de helft komt van mobiel en tablet en de andere helft van desktop. Mm-hmm. Wat we zelf heel grappig vonden is, we hebben zo'n kiosk waarbij je echt gewoon letterlijk kanten door kunt bladeren. Ja. Kun je wel even laten zien, Peter, als je hem er even bij neemt. Ja, die. En dat is eigenlijk niet onze homepage, want wij dachten eigenlijk is het sociale deel is veel leuker. Namelijk als je elkaar artikelen kunt aanbevelen. Om even te laten zien voor de kijker, dit is gewoon een kiosk. Hier heb ik de kranten die ik leuk vond naast elkaar gezet. Dan kun je gewoon de voorpagina bekijken. Denk je van, vandaag het Parool, je klikt erop. Dan krijg je het Parool in detail van vandaag. Wil je vervolgens een artikel hebben, zie je gelijk wat het kost om het te lezen. En wil je dat lezen, moet je ervoor betalen. Dat is het model, hè? Precies. Ja. En wat wij eigenlijk dachten in het begin was dat ongeveer 10% van de mensen, de echte krantenfreaks, dit fantastisch zou vinden. Waaronder ik zelf. Ik vind het heerlijk om elke dag door al die krantjes te bladeren. Ja. Maar dat vervolgens de artikelen die zij delen voor de meeste mensen de leidraad zouden zijn. Dus ik ben een krantenfreak, Alexander is een krantenfreak. Wij lezen 's ochtends artikelen en vervolgens gaan onze volgers gaan die stukjes die wij hebben gedeeld lezen, omdat ze zelf geen zin hebben om door al die kranten te bladeren. Misschien kunnen we dat ook even laten zien. Als ik klik op gedeeld. Dan krijg ik alle artikelen op een rijtje hier die door anderen gedeeld zijn. Door mensen die ik ken, zoals Erwin heeft vandaag. Erwin niks van bovenaan. Twee keer is het al geliked. Erwin heeft een artikel gedeeld over het advies over de publieke omroep van vandaag. Ja. Dus jij dacht dat dit heel erg de navigatie zou worden? Ja, nou is het ook nogal de nummer 1. Alleen die kiosk is nog veel belangrijker dan ik had verwacht. Okay. Er zijn echt ontzettend veel mensen die gewoon het net zo leuk vinden als wij om door die krantjes te bladeren. En die daar dus ook de tijd en de moeite voor nemen. Wat ik ook heel grappig vond is dat uit de Telegraaf werd heel weinig gedeeld. Alleen toen het op een gegeven moment ging rangschikken op populariteit, was de Telegraaf toch de populairste krant. Dus op een of andere manier zitten daar heel veel mensen in te bladeren. Veel gelezen zonder te delen bedoel je? Ja. Okay. Dat vond ik ook wel een grappige conclusie. En er is nog een andere functie die ik zelf heel aangenaam vind. Dat is zeg maar de alerts functie. Daar zeg je eigenlijk ook, ik geef een trefwoord aan. Kan je eigen naam zijn, kan een trend zijn, kan een merk zijn. En dan lees je gewoon in feite. Dan krijg je zeg maar de artikelen over dat onderwerp. Ja. Laat ook maar even zien hoe het werkt. Dat is deze afdeling. Dus ik wil graag alles weten over Ajax. Dat tik ik dan in en vervolgens filtert. Wordt alle content die in Blendl zit gefilterd op Ajax. Ja, en dit wordt relatief weinig gebruikt vergeleken met die andere twee. Ja, vind ik dan weer opmerkelijk. Nou, maar dat is denk ik een beetje het wereldje waar wij in zitten. Ik denk dat wij met professionele, drieën, is meer precies, een professionele toepassing. Ik denk dat wij heel goed weten waar we naar op zoek zijn en wat we interessant vinden. Maar het is best wel lastig om als gewone consument te bedenken, ik heb zin in artikelen over Netflix. Weet je wel, dat heb je niet uit jezelf. Maar als iemand opeens een leuk artikel over Netflix aanbeveelt, dan heb je er wel zin in. Ja. Dus dat is echt een klein subgroepje dat echt precies weet wat hij wil. Hey, dus je zei nou goed, er wordt meer gebladerd dan we aanvankelijk dachten. Kan je ook nog iets zeggen bijvoorbeeld over, we zijn Hollanders, gaan mensen eerder voor een lang artikel betalen dan voor een kort artikel? Kun je daar al iets over zeggen? Niet helemaal. We waren laatst bij de Financial Times, dat vond ik wel grappig. We hebben nu met Nederlandse uitgevers afgesproken, je mag per krant mag je 2 tarieven bepalen. Dus je mag zeggen, een kort artikel kost dit en een lang artikel kost dat. En eigenlijk is bij iedereen een tendens om lang duurder te maken dan kort. En bij de FT snapten ze daar helemaal niks van. Die zeiden van, nee, maar je moet toch juist kort zijn. Als je het kort kunt vertellen, dat is waardevol. Want mensen hebben weinig bij. Ja, dus die wilden eigenlijk voor korte meer gaan vragen dan voor langer. Ja. Maar daarvoor is de data nog niet specifiek genoeg. We weten wel dat artikelen van 500 tot 600 woorden nu het meest verkocht worden. Maar dat kan natuurlijk ook te maken hebben met dat er heel veel artikelen van 500 tot 600 woorden zijn. Maar we merken nog niet dat mensen heel vaak hun geld terugvragen bij lange artikelen of juist bij korte. Als je iets gelezen hebt, als je binnen 10 seconden het besluit, krijg je je geld sowieso terug. Daarna kun je nog steeds vragen om je geld terug. Ja. Krijg je dat dan ook altijd terug? Altijd. Ja, er zit wel een maximum aan, maar dan moet je echt heel erg je best doen om,
om dat te bereiken. Maar dat is meer maximum om te voorkomen dat echte fraudeurs of computers erop stuk lopen. Oké, en hoe werkt dat tot nu toe? Doen mensen dat regelmatig? Of, nou, ik dat cijfer niet helemaal uit mijn hoofd. Maar voor mij was het iets van, inclusief die binnen 15 seconden sluiten, was het in totaal 20%. Oké. Dus 20% van de aankoop wordt op die manier teruggedraaid. Maar, ik denk dat daar weer 80-90% van is gewoon iemand die het even bekijkt, ziet dat het veel langer of korter is dan hij had verwacht. Of het eerste linie leest en die boeiend vindt en wegklikt. Ja. Wat ik zelf erg verwarrend vond, is dat jullie geven volgens mij kranten de mogelijkheid om zelf die tarieven te bepalen. Dus dat je per krant steeds andere tarieven hebt. Bij één kost een kwartje, bij de ander een dubbeltje, dan weer 15 cent, dan weer 70, dan weer 50. Ja. Bewust beleid of vind je dat zelf eigenlijk? Ja en nee. In eerste instantie was het helemaal geen bewust beleid, want elke krant vindt gewoon dat ze zijn artikelen een andere waarde hebben. Ja, er zijn kranten die heel bewust kiezen voor een strategie van maak de prijs heel laag en we hopen dat heel veel mensen een stukje kopen. En er zijn ook kranten die denken, ja, maar we hebben of heel veel te verliezen of we willen het gewoon uitproberen wat er gebeurt als we 50 cent vragen. En dan kun je heel lang over discussiëren en zeggen, alles moet 20 cent kosten, maar dan... Ja, heeft geen nut. Precies, ja. dan gaat het gewoon niet, het feest gewoon niet door. Het voordeel daarvan vind ik, is dat we nu gaan merken wat een artikel waard is. Want stel je voor dat wij nu hadden gezegd, alles moet 10 cent kosten. Dan zouden we nooit hebben ontdekt of een artikel ook 30 cent had kunnen kosten in sommige gevallen. Ja. En het voordeel van al die verschillende prijzen is dat we gewoon de komende maanden heel veel interessante data gaan krijgen. En alle uitgevers hebben ook al aangegeven dat als wij gewoon statistisch kunnen onderbouwen, dat een bepaalde prijs gewoon tot meer omzet leidt. Want dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen. Dan passen ze hun prijs aan. Dus het is in het begin even verwarrend, maar waarschijnlijk groeit het uiteindelijk wel een beetje naar elkaar toe. Ja, Bert de Boer die vraagt, wat is de gemiddelde besteding per dag / persoon en is er groei? Kan je daar al iets over zeggen? Of is dat maar allemaal met de aantekening dat dit dus op basis van... Een kleine groep is. Een kleine groep is, dus het kan straks heel anders worden. Maar het zat nu rond de 40 cent per gebruiker per dag. Maar dat verschilt nog wel eens 10 cent per week, weet je wel. Dus het is niet... Ja. Vastgegeven. Hey, en wat is jullie beleid? Want ik weet dat er heel veel mensen in de wachtrij staan. Die willen allemaal naar binnen. Ja. Hoe voegen jullie mensen toe? Of wanneer gaat de deur helemaal open? We hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben in het begin allerlei mensen gevraagd, waaronder jullie. Waarvan we weten dat die heel veel verstand hebben van techniek. Om het helemaal door te testen. Dat is weer en ook mensen die we kennen, weet je wel. Dat is iets vertrouwder dan zomaar wildvreemden toelaten. Dus dat was de eerste stap. En nu zijn we gewoon echt die wachtlijst aan het... chronologisch aan het binnenlaten. Dus we hebben afgelopen week 2500 mensen weer toegelaten. Hey. En deze week gaan we waarschijnlijk weer zo'n aantal doen. Hey, wat waren voor jullie de technischste grootste uitdagingen om dit voor elkaar te krijgen? Want je moet aansluiten, neem ik aan, op de publicatiesystemen van de verschillende uitgevers. Ja, nee, er zitten heel veel uitdagingen in. Want gewoon een hele goede snelle zoekmachine bouwen op alles is best ingewikkeld. Een eigen sociaal netwerkje bouwen is best wel een ding. Ja. Maar ik denk dat de grootste uitdaging, daar zijn we nog steeds mee bezig, is inderdaad het goed laten binnenlopen van al die kranten en tijdschriften. Omdat iedereen het op een andere manier doet. Weet je wel, het ziet hier in Blendl ziet het heel overzichtelijk uit. Want je klikt elke krant aan en alles werkt. Maar voor je dat dus voor elkaar hebt. Omdat er is geen standaard in deze industrie. Dus de persgroep levert op manier A aan. NRC weer op manier B. Ja, maar gaat dan met name over de conversie van PDF's en alle complicaties die erin zitten. Nee, dat gaat dus bij sommige kranten echt. Al voordat het bij ons komt, gaat het soms zelfs naar India toe. Want een PDF weet gewoon niks. Een PDF is een superdom ding. Ja. Dat niet weet waar een artikel begint of ophoudt. Wat de plaats van een artikel is. En de ene PDF is een andere niet. Precies, dat ook nog eens. Ja. Ja. Dus daar zitten ontzettend veel uitzonderingen en gekke dingen in. Waar dus echt Indiërs aan te pas moeten komen. De Telegraaf gaat eerst naar India 's ochtends. Om daar in stukjes te worden gesneden. Vervolgens wordt het nog door Nederlandse studenten gecontroleerd. Omdat die Indiërs ook niet altijd weten welke foto nou bij welk artikel hoort. En vervolgens komt die feature naar ons toe. En die moeten wij weer gelijk trekken met die van de persgroep. Maar Marten, wij als simpele zielen. Sorry als ik je ermee beledig. Ja, maar wij vinden toch altijd nog een heel raar fenomeen. Dat een krant in stukjes wordt gemaakt. Want er is een journalist die schrijft een stukje. Daarna gaan mensen die gaan dat dan bij elkaar voegen en die maken er een PDF van. Vervolgens sturen we die naar India om hem weer in stukjes te laten knippen. En dan gaat dat onderweg nog allemaal mis, waardoor je allemaal studenten moet inhuren om te kijken of het nog klopt. En daarna moeten jullie ongelooflijk hard werken om het allemaal weer voor elkaar te krijgen. Toch heel raar eigenlijk. Ja, als ik over ging had ik het anders gedaan, maar ik ga er niet over. Nee, maar jij kunt dus niet bij die bronbestanden. Nee, maar uitgevers zelf ook niet. Volgens mij heel veel kranten en websites die werken nog steeds zo dat als je een artikel uit de krant online wil zetten, dan kopieer je en plak je het uit een redactiesysteem naar een ander CMS. Ja. Zelfs binnen de eigen krant werken ze niet, werken de content niet binnen hetzelfde systeem. Ja, nee, ik toevallig weet ik dat, maar toch eigenlijk als je er van buiten naar kijkt, is het ook bizar. Stel mij wat. Nee, maar er zijn krantenuitgevers. Ik moet mij denken aan toen ik bij de NOS begon ooit in vorig leven.
Toen zat een redacteur op de redactie, die zat met een videorecorder het NOS-journaal op te nemen als het uitgezonden werd. Volgens mij doen ze dat bij de Wereldraad door nog steeds. Dat kwam uit de studio 30 meter verder. Die ging dan het journaal opnemen en daarna ging hij dat allemaal in stukken knippen om de reportages apart online te krijgen. Ja. We hebben het nu over krantenuitgevers en daar waren het om gelachen. Maar tijdschriftuitgevers zitten nog een stap verder weg. Want kranten die hebben nog iPad-apps gemaakt in de afgelopen jaren. Die ook gewoon goed moesten werken. Dat als je rechtsboven klikte, dat je ook een stuk rechtsboven kreeg. Zo. Maar bij tijdschriftuitgevers zijn er gewoon nu nog steeds tijdschriften die gewoon het InDesign-document, dus het vormgevingsdocument, op een DVD branden. Dat in de kast zetten en dat is het archief. Ja, als die zeggen van hé, maar dat ene verhaal over het interview met D&D van 3 jaar geleden, waar staat dat? Dan moeten ze een DVD erbij gaan zoeken. Ja. Daar komen we vandaan. Wij moeten dat op een of andere manier gaan digitaliseren. Ja. Hey, blijft een mooie naam vinden. Zeker om te moeten voorlezen elke week. Schizo is geen kaas. Is een regelmatige vraagsteller van ons. Zegt van, hebben sommige artikelen een uiterste houdbaarheidsdatum gekoppeld aan bijvoorbeeld een variabele prijs? Is dat ook nog een idee? Je hebt actuele artikelen die sneller misschien waarde verliezen. Ja. En tijdlozer verhalen. Kun je daar iets over zeggen? Dat is iets, nu niet. Weet je, nu is gewoon alles zo simpel mogelijk houden, zodat we gewoon snel live kunnen. Maar net zoals we willen experimenteren met prijzen, is dit een van de factoren waar we mee willen experimenteren. Want het zou kunnen dat sommige artikelen minder waard worden na verloop van tijd. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat sommige artikelen juist meer geld waard worden. Want als je heel graag een artikel van een jaar geleden wilt lezen, dan ben je er blijkbaar heel erg naar op zoek. Dus kun je misschien wel meer voor vragen. Ja. Dus dat zijn wel dingen waar we naar gaan kijken, maar dat is echt iets over een paar maanden. Want we moeten eerst gewoon even de basis goed krijgen. Ja. Hey, je zei net, ik meen dat je zei dat 50% was wat al via op de mobiel en iPad-achtige apparaten gelezen werd. Maar daar is jullie site niet voor bedacht eigenlijk. Nou, ook al. Tenminste, de vormgeving hebben we al een beetje op iPad afgestemd. Niet in de zin van dat we apps hebben, maar wel in de zin van dat elke knop, dat daar je vinger op past. Ja. En ik denk dat het iPad-gevoel ook al een beetje in zit met horizontaal scrollen en dat soort dingen. En die mobiele site, die hadden we toen jij een account kreeg 2 maanden geleden, hadden we die nog niet af. Maar die begint nu ook aardig volwassen te worden. Okay. Dus die wordt steeds beter. Dus dat is de volgende fase. Hey, jullie zijn ook langzaam de tijdschrift inderdaad aan toevoegen. Ik zag geloof vandaag dat de Elsevier van vorige week was. Nog wel als test. Ja, maar dat is zo'n voorbeeld van een blad. Je schrijft zelf. De Elsevier wordt nog niet helemaal goed bij ons bezorgd. Dat is een voorbeeld van zo'n blad waarvan je zegt, dat hebben we technisch nog niet helemaal voor elkaar om 100% alle artikelen op de goede plek te krijgen. Nee, klopt. En bij Elsevier en een aantal andere tijdschriften, die waren dus al. Die hadden gewoon die basis van kranten niet staan. Dus bij Elsevier doen wij zelf echt een deel. Dus die vakken die je ziet, als je over Elsevier hovert, dat je een vak over een tijdschrift ziet, die hebben wij zelf gemaakt. Misschien kun je het even laten zien, Peter, wat Marten bedoelt. Dit is de Elsevier. Ik heb hem net open geklikt. Er staat dat is nog een test. Maar als je zo'n een van die artikelen zou willen lezen. Die vakken, hè? Die bedoel je? Ja, dit vak hebben wij echt eroverheen gelegd. Ja. Dus hier komt echt gewoon nog handwerk aan te passen om dit goed te krijgen. Ja. En dat maakt het zo ingewikkeld. Dat je weet dat dit artikel. Ja, en dat het weer dat hij dan ook echt is aan het juiste ding in de database. Dat volgens de vormgeving helemaal goed is. Want van elke tijdschrift en elke krant. Ja. Kopen we dus echt alle fondjes. Nu klik hem snel weg, anders moet ik betalen. Ja. Ja, dus, heel goed. Net op tijd. Ja, net op tijd. Ja. Hey, en andere bladen inmiddels? Aan het eind van de kiosk kan er een hele hoop al een beetje wazig. Maar binnenkort komen ook nog Quote en 360 en 9 Sanoma titels, waaronder Nieuwe Revue, Panorama, Viva. De Boomhonden. Ja. Ja. Hey, ik las recent een artikel van Bas van der Hatert over jullie. En hij zei, ja, die gasten die weten natuurlijk ook wel dat we gewoon naar het Spotify-model toe moeten. Maar ja, we zitten nu helemaal in de tussenfase, want die uitgevers zijn zover nog niet. Ja. Klopt zijn inschatting? Nou, wat ik daar lastig aan vind, ik denk zeker dat er mensen zijn, namelijk wij, die het leuk vinden om voor 10 alles te kunnen lezen. Of voor 20 euro, of wat het ook mag wezen. Ja. Maar ik denk wel dat ook door ons soort mensen wordt overdreven. Want ook bij Spotify is volgens mij maar een paar procent van de mensen met een account betaalt ook daadwerkelijk. En de meeste hebben gewoon dat freemium abonnement. En dan is nog steeds de drempel best wel hoog. Hè? Want of je betaalt. Ons verhaal is nou eigenlijk juist, als je een keer 1 artikel wil lezen, dan moet de drempel zo laag mogelijk zijn om dat 1 artikel te kunnen lezen. Mm-hmm. En dat hebben wij nu. Want als je 1 keer per maand 10 cent wil uitgeven, dan kan dat. Het Spotify-model is ook leuk voor weer een groep mensen. Maar je moet daarmee weer niet die groep mensen uitsluiten die helemaal niet 10 of 20 euro per maand wil uitgeven. En ik denk ook dat het nog best wel even kan duren. Want kijk, de muziekindustrie had niks meer te verliezen, want niemand kocht meer wat. Ja. En dan is elke 10 euro meegenomen. Maar kranten hebben nog steeds gewoon 1,7 miljoen abonnees die 30 euro per maand aftikken. En
ja, als, wij, wij moeten echt een model komen waarin maar dat, voor de duidelijkheid, dat is de belangrijkste reden. Hè? Dat, iedereen, dat we het niet ook hebben. Nee, maar dat de uitgevers er huiverig voor zijn. Omdat ze nu gewoon nog hele behoorlijke bedragen omzetten met abonnementen die eigenlijk duurder zijn dan dat Spotify-model. Ja, ik denk dat het legitiem is. Kijk, mijn oma die heeft geen computer, dus die houdt haar AD-abonnement al. Ja. Maar er zullen heel veel mensen zijn die denken, hey, als ik 30 euro per maand voor één krant betaal, zou ik dan niet overstappen naar 10 euro voor alle kranten? Ja, voor mij een prangende vraag. Ik ben nog zo'n idioot die nog 3 kranten elke dag in de bus krijgt, maar ik kan niet bij jou opgeven, inloggen met mijn NRC-account, Volkskrant-account en Telegraaf-account en dan in ieder geval al die artikelen gratis krijgen. Ja, nee, maar dat kan over een paar weken. Afhankelijk van de uitgever overigens, want onze techniek daarvoor is klaar. Ja. Maar de meeste abonnee-databases of de meeste uitgeversdatabases zijn nu alleen maar geschikt om met hun eigen dingen te praten. Ja. En zij moeten hun databases een beetje omturnen zodat wij er zelf mee kunnen praten. Ja. Maar de uitgevers zijn eigenlijk bijna allemaal mee bezig, zodat wij over een paar weken, dan voer je dus gewoon je gebruikersnaam en wachtwoord van NRC of de Volkskrant in. En dan krijg je dus meteen gratis de Volkskrant. Wat had niet het Dagblad van het Noorden of Nieuwsblad van het Noorden of iets dergelijks dat al bij jullie? Was er niet al? Het zit er nu nog niet in. Oké. Maar er wordt echt bij alle uitgevers op dit moment aangewerkt. Ja. Oké. Okay. De wat in jargon heet, single sign-on systemen waarmee. Ja. Het werkt eigenlijk twee kanten op, want het is niet alleen maar voor huidige abonnees leuk om dan gratis te kunnen lezen. Wat wel een voorwaarde is, hè, want je vertikt natuurlijk om nog een keer te betalen voor die kant die je al betaald hebt. Ja. Maar het kan ook andersom werken, dat als iemand merkt dat hij heel vaak een NRC Next artikel leest. Kan je abonnement nemen. Ja. Dan merk je op een gegeven moment dat een abonnement is voor mij goedkoper. En dan heb je dus in plaats van dat je nu die drempel hebt van 0 naar 15 euro bij NRC Next, merk je dus van ik geef nu opeens 8 euro per maand uit aan NRC Next. Zal ik niet gewoon het abonnement nemen, kan ik alles lezen. Ja. Hey, toen wij waren onlangs in Oostum, bij Zuidwest. En jouw collega Alexander Klupping was daar ook. En ik stond een keer naast hem. Ik stond even over zijn schouder mee te kijken. Dan was hij op LinkedIn aan het zoeken van iedereen media die er was. Iedereen van kan ik bij langskomen? Ik zit morgen in New York. Is Nederland een vingeroefening voor jullie? Niet helemaal. De hoofdreden dat we naar Londen en New York zijn geweest is dat we gewoon als krantenfreaks het heel erg leuk zouden vinden om, net zoals de Volkskrant willen lezen, de New York Times willen kunnen lezen, of de Wall Street Journal, of de Economist, of wat dan ook. Mm-hmm. Dus dat is onze hoofdvraag aan die uitgevers. We mogen alsjeblieft jullie spulletjes in Nederland verkopen, want wat boeit Nederland jullie nou? Laat ons lekker plooien. Al een beetje extra wat je hebt dus meegenomen. Ja, precies. Maar het lijkt me natuurlijk wel leuk, dat als blijkt dat heel veel mensen in Nederland hier gelukkig van worden, waarom zouden we dan niet proberen meer mensen er gelukkig mee te laten worden? Mijn eerste doel is eigenlijk het naar Nederland halen van de buitenlandse titels. Ja. Oké, even een vraag van Twitter tussendoor, van Dirk Marseille. Wat vind jij zelf het meest innovatieve van jullie projecten? En hoe hebben jullie die oplossing gevonden? Dat is lastig. Een paar leuke dingen die ik erin vind zitten is dat ik word heel erg gelukkig van die vormgeving van die kranten. Mm-hmm. Maar dat is misschien mijn persoonlijke obsessie. Maar de kiosk, waar we het net over hadden. Nee, vooral als je een artikel opent, dat het ook echt voelt dat een Volkskrant-artikel voelt als een Volkskrant-artikel en een Elsevier-artikel voelt als een Elsevier-artikel. En dat is, misschien is dit beroepsdeformatie en vind ik het heel erg leuk en interesseert verder niemand. Maar ik word er heel gelukkig van dat het gevoel van die kranten echt erin terugkomt. Dat vind ik heel erg tof. En ik denk dat die niet goed geld terugknop. Daar hebben we echt maanden over gedaan. Want we hadden eerst allemaal van die tussenschermen. Van weet je wel zeker dat je het artikel wil kopen voor 10 cent. En dat werd nooit mooi, want we zaten te denken van wat voor informatie moet daar nou bij? Weet je, moet je dan vertellen hoe vaak het al geliked is, of moet je vertellen hoeveel woorden het is, of wat dan ook. En daar hebben we echt maanden over nagedacht en ik denk echt 380 voorstellen voor gemaakt, allemaal in design, die we allemaal niet goed genoeg vonden. We hebben een keer een hele dag daarover nagedacht, dus een hele dag alleen maar op het tapijt gelegen en een optie zitten bedenken. Ja. Totdat iemand opeens riep van, maar hebben we het eigenlijk over? Het is 10 cent. En je kan een artikel toch pas beoordelen als je het gelezen hebt. Dus laten we gewoon in één keer het artikel openen en tegen mensen zeggen, vind je het niet leuk? En hier is je geld terug. Ja. En dat klinkt nu heel simpel. Hè? Als je het nu uitprobeert, dan voelt het heel erg logisch. Maar dat zijn dingen waar je weken over kunt puzzelen. Precies. Hoe dat het beste werkt. Ja, in ons geval echt maanden. Oké, met hoeveel man zijn jullie inmiddels? Ja, dat verandert elke week. Ik denk nu 14. In totaal. Dat gaat snel, omdat er dus elke keer blijkt het weer ingewikkelder te zijn. Of denken we van, er komen misschien straks meer kranten bij. Dus laten we nu alvast, voor dat hele PDF-proces waar ik net over had, nu alvast een paar mensen erbij zetten. Zodat we straks snel bij kunnen schakelen. Hey, wat vind jij, waar ik het meeste moeite mee heb, is eigenlijk de krant, de user interface van de krant, zeg maar. Want ik kan heel veel berichtjes kan ik niet zien. Ik zou gewoon om te beginnen heel graag willen dat ik op zijn minst de inleiding en de kop groter kon zien. Want ik heb nu bij de grote artikelen, zijn de koppen zo groot, oké, dat geeft meteen een indruk. Maar als je wat kleiner gaat, dan ervaar ik het zelf als
als frustrerend. En voor mij, ik hecht minder aan de vormgeving van de krant, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, maar zit er daar nog ontwikkeling aan te... Misschien kun je ook even laten zien, Peter, wat Erwin bedoelt. Voorbeeld de Telegraaf. Als je hier met je muis overheen gaat, ja, dit artikel. Ja. Ik zou niet weten wat het is. Dus waarom zou ik daar een dubbeltje voor betalen? Deze kost... Zie ik het ook niet, maar het kost maar 1 cent. Ja, dat vind ik wel mooi. Nou, weet je, Daar klikken we even. Die gaan we lezen. Kijk, zo eigenlijk best een interessant artikel. Zie je dat? Ja. En lekker kort. De reden dat we 1 cent hebben, is dat we geven de eerste 75 woorden sowieso gratis weg. Ja. En die zie je niet altijd allemaal, maar in ieder geval die zijn gratis online, dus die zou je kunnen scrapen. En we hebben gezegd, nou, alles tot 100 woorden, daar gaan we dan ook maar 1 cent voor vragen. Want het is een beetje gek als 1 woord extra opeens betekent dat het een kwartje kost. Maar goed, even ingaan op dat bezwaar van Erwin. Ja. Het is onleesbaar, dus je weet niet wat je koopt voor de kleinere artikelen. Precies, voor de kleinere artikelen. Ja. Nou, ik denk dat die sowieso iets minder belangrijk zijn, hè, dat om te beginnen. Maar waar we nu over na zitten te denken is om die tegel uit de timeline, weet je, waarbij je dus een soort digitaal overzichtje krijgt, om die als hover toe te voegen bij de kiosk. Dus als je over een artikel hovert, dat je dan... En om de tegel uit de tijdlijn bedoel je... Dan moet je even naar dat gedeelde ding toe, waar... Nee, dus moet je naar de waar Erwin en ik artikelen met je aan het delen zijn. Oh, oké, daar. Ja, sorry, dat is ons jargon om een tijdlijn te noemen. Ja, die. Ja, dus dat je dat ding als je aan de onderkant ziet, dat je dat ziet als je over een artikel heen gaat. Ja, oké. Maar dit zijn dus dingen die na testers bij ons aangeven van dit soort dingen snap ik niet. En dan denken we, dat is ook al een goed punt. En dan gaan we een oplossing verzinnen. Hey, jullie zijn begonnen met, of jullie doel is zeg maar de papieren inhoud op een nieuwe en andere manier te ontsluiten. Johan Schaap vraagt zich af, zitten er alleen papieren artikelen of ook digitale publicaties achter Blendl? Want je kan je voorstellen dat kranten ook weer andere verhalen achter hun, bijvoorbeeld de Telegraaf, heeft ook weer bepaalde verhalen achter hun betaalmuur, zeg maar. Dat type verhalen, komt dat ook bij jullie binnen? Nou, voor Nederlandse uitgevers geldt dat er eigenlijk... Dus voor de kranten en tijdschriftuitgevers geldt dat zij geen premium content maken naast de krant zelf. Dus er is geen premium content die op hun website verschijnt en niet in de krant. Dus dat is in het geval van Nederland nog niet nodig. Bij de FT begonnen ze inderdaad over. Zo van, wat is het voor iets raars? Zo, weet je, de krant als uitgangspunt nemen, die interesseert ons helemaal niks. maar we hebben al wel bijvoorbeeld TPO Magazine. Die komen er als digitale uitgaven in. Dus het is niet zo dat je op papier moet zijn verschenen om in Blendl te kunnen komen. Onze voorwaarde is wel één, dat het geld kost. Dus als je een gratis website hebt, dat is heel leuk. Maar Blendl is voor dingen die geld kosten. Ja. En dat het dus ook achter een betaalmuur staat. Dus dat je het ook niet gratis aan kunt komen. Jean-Paul Reparon zegt dat over 2 dagen het aansluiten van systemen een stuk eenvoudiger wordt. Nou, dat is mooi. Dat is Jean-Paul, dat hij dat zo goed weet. Even kijken. Die werkt zelf bij een... uitgever, Senevelder. Ja, X-Media Solutions. Die heeft daar kennelijk goede... Die heeft de insight. Ja. Hij werkt samen met een van onze partners, die is ook NRC en Telegraaf en zo. Ja. Even kijken hoor, als je... Jij leest in ieder geval denk ik meer dan je ooit gelezen hebt. Toevallig zat ik gisteren, iemand had een bug bij de transacties. Dus toen zat ik in mijn eigen transacties te kijken of ik die bug kon terugkrijgen. Toen zag ik voor je eerst dat ik had uitgegeven, ik schrok me kapot. Vertel. Ja, voor mij kwam het op €90 in 3 maanden. Okay. Dus nog steeds ongeveer vergelijkbaar met 1 krantenabonnement. Ja. Ja, klopt. Dus dat lijkt veel geld. Nee, maar ik denk dat ik hetzelfde lees als een krantenabonnee. Ja, maar er was ook nog eens een tijd dat studenten, zodra studenten het huis uitgingen, namen ze toch echt wel gelijk een abonnement op een krant. Want dat hoorde erbij. Ja. Nee, zeker. Ja. Maar je moet dus je realiseren dat ik de afgelopen 3 jaar €0 heb uitgegeven aan kranten en tijdschriften. En het grappige is dat ik dus nou zelf niet eens door heb eigenlijk. Ja, ik vind dat we toch wel iets makkelijker heen stappen over dat wat Erwin net zei. Ik zat er nog even over na te denken, al pratend. Ik ben vaak wat trager dan mijn geachte collega hier. Maar je zei het, de FT vindt het eigenlijk ook heel bizar dat je de gedrukte krant als uitgangspunt neemt. Je zei van ja, voor Nederlandse kranten geldt dat niet. Dat is nu wel zo. Maar wat je juist ziet is dat alle kranten die nadenken dat wel op de roadmap hebben. Ze zeggen van ja, die krant, weet je, die pdfjes, dat zal allemaal wel. Ja. Uiteindelijk gaan we toch toegroeien naar een digitale propositie. Waar ook niet alles betaald is. Dus waar je juist die mix krijgt tussen gratis content, premium content, video, andersoortige toepassingen. Ja. In Blendl is daar geen ruimte voor. Dus hoe toekomstproof ben je? Nou, ik denk dat onze roadmap sneller gaat dan die van de meeste uitgevers. Kijk, wij zijn nu gewoon een winkeltje dat spullen van uitgevers verkoopt. En ik kan nu al wel vast een heel magazijn inrichten voor spullen die ze ooit een keer gaan maken. Maar we hebben nu eerst een winkeltje gemaakt voor de spullen die er zijn.
En dat zijn we nu eens aan het verkopen. Dat is wat Bendel nu is. Zodra uitgevers een heel gek plan verzinnen om video te gaan verkopen, dan kunnen wij best een schap bouwen dat video's verkoopt. Maar dat kan heel makkelijk hand in hand gaan. Dus we hoeven niet nu al helemaal klaar te zijn voor wat uitgevers over 3 jaar gaan doen. Tegen de tijd dat ze het doen, dan zorgen wij dat wij er klaar voor zijn. Maar goed, het feit dat je nu helemaal op die PDF's focust, dat zegt niets over jullie roadmap. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat zegt alleen maar dat kranten nu in PDF's verschijnen en dat is wat we verkopen. Ja. En zodra ze niet meer in PDF's verschijnen, op TPO Magazine verschijnt ook niet als PDF en die kunnen we ook verkopen. Ja. Bert de Boer vraagt zich af of er ook een regionaal Blendl-filter komt. Hij komt denk ik uit de regio Utrecht. Zodat je in plaats van dat ik nu kan zoeken op het woord crowdfunding of op bitcoin of wat dan ook, dat je locatie als startpunt neemt. Alles over Utrecht? Ja, nou ja, uiteindelijk willen we heel graag naar. Het lastige is, er zijn wel meer mensen die zeggen ik wil alles over economie of alles over dit. Die weten eigenlijk niet waar ze om vragen, is mijn eerste indruk. Als je zegt alles, hè, als je zegt van ik wil een stuk over Netflix in ieder geval kunnen scannen, dat snap ik nog. Maar alles over economie uit alle kanten, dat is echt niet te bevatten hoeveel dat is. Dus dat, volgens mij wil je het eigenlijk helemaal niet. Wil je alleen weer, dan kun je beter Matthijs Bouwman gaan volgen of Peter Verhaar. En dan hun selectie volgen, want dan is er tenminste al een filter overheen gegaan. Maar uiteindelijk willen wij heel graag willen wij leren van gebruikers. Of een systeem bouwen dat leert voor de gebruiker. Waardoor we dus weten van, hey, we zien aan jouw Facebook profiel dat je in Alexanders geval bijvoorbeeld in Os geboren bent en in Amsterdam woont. Dat betekent dat Brabants Dagblad, de editie Os, niet een andere editie, en het Parool voor jou relevante regionale kranten zijn. En waarschijnlijk is het Tubantia voor jou niet zo boeiend. Snap je? Dat soort dingen kunnen we al redelijk snel gaan toevoegen waarschijnlijk. Ja. Als we het weten. En hetzelfde geldt over Utrecht. Hè. Als we dus weten, jij zoekt nu op FC Utrecht en er is een stuk verschenen in het Parool en in het AD Utrechts Nieuwsblad. Nou, dan is voor jou waarschijnlijk AD Utrechts Nieuwsblad interessanter. Ja, wat ik ook nog heel erg miste, je noemt het zelf ook al, omdat het wel belangrijk voor jullie is, het cureren van content. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk doordat je mensen kunt volgen en dat je dingen kunt delen. Ja. Gaan jullie straks ook zeg maar mensen prominenter op je site zetten van nou, volg meneer of mevrouw 1, 2, 3 als je gecureerd nieuws wil hebben over dit onderwerp of dat onderwerp of noem maar op. Ja, dat. Gaan jullie daar ook redactioneel in filteren? Of ja, maar dat doen we zelfs wel een beetje. Als je nu aanmeldt. Ja, dat zijn suggesties, hè? Van volg die of volg die. Precies. Ja, nee, maar nu doen we dat een beetje. Als je je aanmeldt, dan. Maar wat jij nu ook zegt, hè? Van als je alles over banken wil volgen, volg Peter Verhaar. Dat krijg ik nu nog niet aangeboden. Nou, mensen die zich nu aanmelden, die krijgen al een soort van selectieproces waarbij ze mensen kunnen volgen, waarbij het al een beetje gesorteerd staat op onderwerp. Dus onder economie staan dan Matthijs Bouwman en Peter Verhaar in ieder geval. Okay. En onder media weer andere mensen, onder columnisten weer andere mensen. Dus dat doen we al een beetje. Maar ik denk wat ook heel erg gaat helpen is als we live zijn en ook echt Twitter en Facebook kunnen gaan delen. We hoeven niet iedereen te vertellen dat Frits Wester over politiek praat, maar het helpt heel erg als Frits Wester gewoon een stukje deelt over politiek op Twitter. En dan snappen mensen vanzelf wel dat een handige ingang is op Blendl ook. Ja, en jullie hebben toch ook je eigen Blendl-accounts om Blendl Sport, meen ik? Of, ja, precies. Daar gaan we ook naar kijken of we zelf daar ook een rol kunnen spelen. Ja. Wat me nog wel intrigeert, die 14 man. Je bent nu een jaar in beta. Best wel lang. Maar goed, je hebt redelijk uitgelegd waarom het zo complex is. Terwijl het lijkt zo simpel. Ja, maar het is niet alleen maar techniek. Hè. Het is ook gewoon uitgevers die... Ja. Maar goed, je verbrandt een hoop geld voor wie nog niks ervan weet. Hoe financieren jullie dit? We hebben subsidie gehad van het stimuleringsfonds voor de pers. Dat is wel weer op, maar laat ik daar even mee beginnen. Ja. Alexander en ik hebben al ons eigen spaargeld erin gestopt. Ja. Dat is 2. En we hebben nu wat converteerbare leningen gekregen van rijke mensen. Okay. Die het een leuk idee vinden en ons nog wat ademruimte geven. Maar nog geen investeerders, jullie zijn gewoon nog zelf... Nee, en dat is vooral omdat niet te zeggen is wat de waarde is. Het kan heel goed zijn dat straks blijkt dat wij en 5000 onze vrienden dit heel erg leuk vinden en verder niet. Ja. En dan is het hartstikke leuk voor die 5000 mensen, maar dan is het ook niet heel veel waard. Of het gaat enorm vliegen en dan hebben we ook veel meer geld nodig misschien. Ja. En een hogere waardering. Dus we hebben dat bewust uitgesteld op het moment waarop we iets zinnigs kunnen zeggen over welke kant het op gaat en hoeveel we nodig hebben. Ja, er was ook nog één vraag van iemand. Ik ben even gekeken. Die zei van ja, er staan heel veel mensen in de wachtrij nu voor de beta. Hoe snel gaat dat vanaf nu? Met vele duizenden per week. Dus ik denk dat over 2-3 weken is gewoon de hele wachtrij leeg. Oké. Kijk, we zullen ons even afsluiten en de overige vragen even meepikken, want er staat nog... Is goed, laten we dat doen. Goed, dan kletsen we zo nog eventjes door. Dan sluiten wij gewoon nu de uitzending af. Als je over een jaartje nog een keertje zou willen komen, heel graag. Dan horen we weer hoe het daar gaat. En wij blijven het... Of sneller. Ja, of sneller, ja. Ja, Johan Schaap zei net nog dat ik het stuk moest lezen over de publieke omroep. Maar dat had ik al via Blendl gelezen. Dus dat is inderdaad... Dus daarvoor miste ik het afgelopen weekend het Financieel Dagblad. Er stond een groot verhaal over Sauber Zuidwest in. Dat kon ik toen helaas nog niet lezen. Maar dat komt een andere keer. Ga ik oplossen. Oké, hartstikke goed. Heel ontzettend bedankt en tot de volgende.
volgende keer. Ja, voor wie nu live kijkt, zo direct praten we hier verder zoals iedere dinsdagavond. Kijk je on demand, dan heb je inmiddels een stuk of 300 afleveringen die je wellicht nog niet gezien hebt. Ja, dat was mijn bestekel. Ja. Tot zo. Dag. Tot later.